Fred, allereerst Eagles thuis. In hoeverre kan je spreken van een wedstrijd waarbij je vergeet jezelf te belonen? Nou, dat kan je zeer zeker op die manier benoemen. Je hebt duidelijk kunnen zien dat Go-Head ja, voor een punt kwam. Dat ze daar al tevreden mee waren. En alles wat ze extra zouden halen zou winst zijn. Ja, wij zijn goed aan de wedstrijd begonnen. Plan was duidelijk. We hebben wat mogelijkheden gecreëerd. Alleen ja, je maakt hem niet. En dan blijf je een beetje tegen jezelf voetballen. En uiteindelijk vlak na rust krijgen we de goal tegen. En ja, dan zie ik toch wel dat de kopjes wat meer naar beneden gaan bij die boys. En daar ligt gewoon heel veel werk voor mij, voor de staf, om dat weg te halen. Want op dat moment heb je ook gewoon nog 45 minuten om die 1-0weg te poetsen. En zelfs eventueel ook nog de tweede en de derde te maken. Ja, dat moet wel anders. Ja, het stadion is leeg, dus je hoort ook alles. Ik zag ook, wat ik niet vaker heb gezien, dat ook jongens tegen elkaar begonnen te corrigeren. In hoeverre is dat ook positief? Zie jij dat positief? Nee, dat zie ik op zich positief. Als je je tactiek bewaakt met elkaar, hè, en ook gewoon het met elkaar wil doen. En dan kan er in de emotie een wat zwaarder woord vallen naar elkaar toe. Alleen het is niet goed op het moment dat je daarin blijft hangen met elkaar. En tegen elkaar dingen gaat roepen die eigenlijk op dat moment helemaal niet de zaken doen. Ja, en dat zie je ook vaak bij ploegen wie dat niet gewend zijn. Deze jongens moeten dat, vind ik, aanleren om daar die sociale controle met elkaar te hebben. En daar moeten ze er ook aan wennen dat je eens een keer terechtgewezen wordt. Zonder dat je dan meteen in verweer gaat. Ja, jij bent een trainer die vasthoudt aan een vaste kern of een vaste elf. In hoeverre denk jij met oog op Ajax, daar ga ik wat in veranderen? Nou ja, ik kijk toch altijd naar de mogelijkheden wie de wedstrijd die gaat komen, wie die biedt. En dat kan aanvallend zijn, daar kan je misschien op het middenveld verdedigen om iets defensiever staan of misschien juist iets offensiever. Niemand hoef je te vertellen dat je tegen Ajax veel minder de bal zou hebben, dus dat je veel meer moet verdedigen, dat je veel compacter moet staan. Maar dat je in de omschakeling wel de nodige kansen gaat krijgen. En die omschakelmomenten, die ruimtes, die afstanden zullen groot zijn. Want Ajax zal ons proberen vast te zetten op onze eigen helft. Nou, dan zul je misschien wel wat meer spelers voorin moeten hebben die afstanden makkelijker kunnen overbruggen in een hoge snelheid. Dus daar kijken we wel naar. Terug naar Amsterdam, Ajax. Je gaf het al eerder aan, kan ook een wedstrijd zijn waar misschien de druk niet zo hoog is dan bij andere wedstrijden? Nou ja, wat ik nu merk steeds bij mijn team, dat ze zelf enorm de druk erop leggen en dat ze de lat heel hoog willen leggen. Nou, die lat vind ik prima, maar de druk, daar moet je wel mee omgaan. De spanning, wie die druk meegeeft, die is vaak goed. Hè? Dat is die wedstrijdspanning. Maar als je te veel druk oplegt, dan kan het ook verlammen. En ik heb wel een aantal keren nu gezien dat we dan op die momenten het even laten liggen met elkaar. En nogmaals, dat is ook een proces waarin je met elkaar de stappen moet maken. Ja, Emiel was er niet bij. Hoe is het met hem? Nou ja, Emiel was er niet bij. Die had toch wel heel veel last gekregen. Kon niet spelen. En er is nu een MRI gemaakt. En de uitslag daarvan, daar wachten we nog op. We zagen Santel op de bank. Nou ja, mooi. We zitten natuurlijk gewoon heel dun in verdedigers. In centrale verdedigers. Nou ja, dan is het mooi dat we een onder 21 team hebben. Die het ook nog goed doen. En Sam doet het goed in dat elftal. En die heb ik nu bij de selectie gehad voor de komende 2-3 dagen.